Alles en iedereen staat klaar. En de scheidsrechter fluit voor het begin van deze wedstrijd. Devius 33. Dovo met Sam de Wit aan de bal. Vervolgens. Balletje is wel kort hoor, Sam de Wit. Kort. Ja, dat is een te korte bal. Daar gaat hij. En Dovo gaat hier op 1-0, 0-1 komen. Dit is een traditioneel beginnetje voor DVS. Het lijkt wel alsof ze altijd een 1-0 achterstand nodig hebben om bij de les te worden, om wakker te blijven. Vlaaienhorst dacht Roemion te willen bedienen, maar Paas kwam toch niet. Sam de Wit, Stef Nijland, weer zo'n kort balletje. Hé hey, jongens, zijn we wakker vandaag? Gaat schieten. Nou, via... Ongelooflijk. Via Ben Moussa een hoekschop. Nou, John Kamphuis, de trainer, weet wat hij moet doen. Genemuiden komt op een 1-0 voorsprong. Zonde. Tegen VVSB. Daar zijn we niet rauwig om. Maarten van Dijk. Goed, heel goed. Sterk. Stef Nijland. Maarten van Dijk. Kan gaan schieten. Wederom. Maarten. Heel op goed. De rug. Corner. Van de verdediger. Sleept hij eruit. Ben je met Romion? Romion. Balletje steken wou hij op Stef Nijland, maar dat lukte net niet. Hensbal. Vrije trap op een leuke plek. Stef, denk ik. Zou lekker zijn. Oh! Mist op een haar naar het doel. Haarna. Jij bent echt een purist, hè? Hoekschop. Hoekschop, ja. Ja, gewoon Nederlandse taal. We zijn al zo verengelst. Ja, dat is zo. Stef Nijland, wederom. Indraaiende bal. Zonde. Jammer. Nicky van Hilton met de inrooi. Zoekt Sam Krauter. Sam Krauter gaat neer. Schot op de goal. Stef Nijland. Mooi hakje op Benjamin Romion. Gaat dan hier de kans aankomen voor Krauter? Nee, komt niet goed uit. Corner. Is een corner, ja. De grensrechter was er niet heel erg van overtuigd. Nee. Maar Shona wel. Ja, nou snel genomen die hoekschop. Komt hij? Ben Moussa, nee, gaat een voorzet geven nu. Hij komt niet bij Sam de Wit aan. DVS Maarten nu helemaal heel hoog. Slingert hij Maarten van Dijk voor de pot in het strafschopgebied. Daar kan Sam Crowther onmogelijk bij. Roland Baas. Sam de Wit. Ja, nu wordt het toch heel gevaarlijk. En Maarten van Dijk, wat doe je dat goed? De tweede helft is begonnen. Doelman Nick van den Dam. Bijna het uitgestoken been van Adriaan Kruisheer. Ben benieuwd wat DVS gelijk in het begin van de tweede helft gaat laten zien. Dem nog steeds 0-1. Goeie bal op Romion. Prima. Ben benieuwd wat hij ermee gaat doen. Benjamin gaat schieten. Naar binnen. En hij schiet. Ja, lekker. Benna. Benjamin Romion. Fantastische goal. Naar binnen, wat gaat hij ermee doen? De bal was van Stef Nijland. Wat een heerlijke knal. Dat hij zich lekker met de aanval wil bemoeien. Goed werk, Maarten van Dijk. En ook Ben Moussa. Ben Moussa. Bijna. Ja. Mooi doelpunt zeg. Nee, toch niet. Buitenspel. Goed werk. Ben Moussa. Sam Krauter. Adriaan Kruijzer. Naar Benjamin Romion. Romion gaat een voorslingeren. Krauter is erachter en met zijn kop. Ja! Een prachtige doelpunt. Wat een fantastische goal zeg. Heerlijke aanval. Hij liep lekker. Romion is los. Voel hem aankomen. Dat heet inpraten, Piet. Want daar is Van Nispen. Komt die bal. Gevaarlijk hoor. Heel gevaarlijk. En daar is de 2-2.
Buitenspel wordt er gegeven. Buitenspel. Oeh, daar komt DVS ook goed weg. Baas, keurige aanname. Maarten van Dijk. Krauter met een hakje op Baas. Goeie save van die keeper, zeg. Mooie aanval, DVS. Oh. Nompig. Houtbalbezit. Handig gevoetbald. Buitenkantje voet gegeven. Nikke van Heelten moet koppen. Achter is Johnson. Johnson. Mano. Goeie bal tussendoor. Maar dan moet... Pas op. Hey. Oh, dit is heel handig die van. Oh, daar valt hij toch nog de 2-2. Prima doelpunt. Prima doelpunt, zeg. Dit is enorm balen. Marciano van Leijhorst schiet die bal hard. Ja, dat was Johnson, de invaller. Inneke van Hilton loopt wat te veel. Sam de Wit. Marciano van Leijhorst. Strakke bal. Strakke bal. Zo mooie bal, zeg. Jorik Priem, wat ga je doen? Ga je kappen? Ja, hij gaat scoren. Ja, hij gaat scoren. Oh, Jorik! Jongensje, Jorik! Oh. Hij deed alles goed. Behalve dat laatste trapje. Salasiva. Ja. Ja. En dat was ook de laatste mogelijkheid. Shukrula maakt een eind aan deze wedstrijd. 2-2 is de eindstand. DVS 33, Dovo. Allen bedankt voor uw aandacht.